Het Korps Brandweer Suriname is gisteren gestart met een bewustwordingscampagne in het resort Pont Buiten. Het thema van de campagne is Stop gras- en vuilverbranding nu. Met als boodschap Buur no litafaya, furu takru epanya. Ulrich Koots, hoofd van de voorlichtingsdienst van de brandweer, zegt dat het doel van de campagne is om het verbranden van gras en vuil zoveel als mogelijk terug te dringen. De campagne wordt gedaan in samenwerking met het districtscommissariaat Zuidoost. Pont Buiten is een van de 7 resorten van dit commissariaat. Koots geeft aan wat er tijdens deze campagne zal gebeuren. Je moet het meer zien als een stukje risicocommunicatie. Dat wil zeggen communiceren over dingen die nog niet zijn gebeurd, maar te verwachten zijn als er een bepaalde trend zich voorzet. En hiermee kan je dan veel voorkomen als je risicocommunicatie loslaat op bepaalde vraagstukken. Door middel van zo'n truc zullen we dan aanwezig zijn in de buurten, maar ook one-on-one gesprekken hebben met de mensen aan huis en ook nog eens een keertje flyeren. De statistieken zijn daar en het blijkt dat de brandweer als het ware wordt geplaagd elk seizoen van droogte door vele meldingen van gras- en vuilverbrandingen. En wij dan de link hebben met dit seizoen, wat een beetje onterecht is, want het verbranden van gras en vuil heeft niet alleen een brandveiligheidsaspect. Daar komen andere zaken ook bij kijken, toch? Zoals gezondheid en milieu. Vandaar dat we dit een vraagstuk dan multidisciplinair zullen aanpakken. Met alle relevante stakeholders die indirect of direct hierbij betrokken zijn. De campagne loopt tot midden november. Volgens de meteorologische dienst zal de droogte tot die periode aanhouden. Remy Polak, districtscommissaris van Paramaribo Zuidoost, vindt het een goed initiatief van de brandweer. Statistieken geven aan dat de brandweer heel vaak moet uitrukken voor grasbranden. Mensen zijn niet bewust ervan wat voor schade aangericht kan worden en dat ze in problemen kunnen raken. Zelfs een huisvesting kan eronder gaan lijden. Toch? Kan eronder gaan lijden. Dus toen de brandweer mij benaderde, heb ik direct ja gezegd. Ja gezegd met de gebrekkige middelen. Maar omdat we willen, het is een sociaal project. Dus wij hebben ons ingezet om toch zo'n 5000 flyers te maken. Want ons resort, mijn resort telt 7, mijn commissariaat telt 7 resorten. En we hebben hier gekozen voor Pont Buiten vandaag, omdat hier heel dicht bevolkt is. En we willen de mensen bewust maken. Dus vandaar dat we hier hebben gekozen. Als je je erf hebt schoongemaakt, we hebben de mensen geleerd dat ze compost kunnen maken. Dat je compost kan maken. Je kan een gat graven en je gras erin doen en weer dichten. Dus wij willen de mensen ontmoedigen om te verbranden. En ik denk dat met deze campagne de bewustwording omhoog zal gaan. Tot zover Remy Polak, districtscommissaris van Paramaribo Zuidoost. Hij sprak gisteren bij de start van de bewustwordingscampagne van de brandweer in het resort Pont Buiten. Het doel is om de gras- en vuilverbrandingen terug te dringen.